Het is voor Helmond Sport een hele belangrijke wedstrijd. Het staat slechts 2 punten achter Jong AZ en kan grote stappen maken op de ranglijst van de 19e naar de 14e plaats is mogelijk. Maar dan moet er wel gewonnen worden op de Weide Wormer. Weinig publiek. Sprak niet echt aan, want voor AZ is natuurlijk de wedstrijd tegen Manchester United donderdag de belangrijkste. Stans schiet de bal rakelings naast het doel van Rody de Boer. En zo weinig kansjes in die eerste helft tot nu toe. En het balbezit voor Koopmeiners. Zoekt de diepte bij Oosting. En nou, dat scheelt niet zoveel. Thijs Oosting tekende deze week bij Jong AZ en dus bij het grote AZ ook. Want daar hoopt hij ooit te gaan spelen. Tijani Reinders met de hoekschop. Omhaal is goed, maar in de handen van Van Gassel. De doelman die het meest te doen kreeg. Jury Church was het, de vleugelverdediger die de inzet deed. Dan Stans. Heeft ruzie met de bal. Overname van Margaret. Want de spits Druif is mee met het grote AZ. Tapouni van afstand. Maar dat is veel te hoog. Mohamed Tapouni, de linker aanvaller. Aan de rechterkant staat Zakaria Abouglal. Koopmeiners. Goeie beweging van Church. Is daar Zepaar kwijt. Vindt Oosting niet en dan weer Tabouni. En nu raakt hij de bal weer niet goed. Maar hij durft wel. En dat heeft Jong AZ ook nodig. Tweede helft. Met het balbezit voor Helmond Sport. Kopbal is van Verkennis. Maar die kopt hem langs het doel van doelman Rody de Boer. Die niet al te veel te doen heeft gekregen. Church mag opkomen, is dan de bal kwijt. Maar Abouglal vecht zich terug. Overtreding is gemaakt door Zepaar. En de vrije trap voor Jong AZ. Tijani Reinders neemt hem. Dan Abouglal duikt daar in één keer op. In de 16 meter. En die schuift hem gewoon binnen achter doelman Van Gassel. Voor zijn mensen uit. Appel is voor buitenspel. Maar dat wordt niet gegeven door scheidsrechter Bijl. Dus de treffer telt. En het is 1-0 voor Jong AZ. Verijken. Die kwam van de amateurs van Gemert. Dan bijna Verkennis. Maar hij is de enige spits daar in de ploeg van Willy Boessen. En dan kom je net een mannetje tekort als die bal doorglijdt. Kopbal van Stans. Die realiseert zich niet dat hij zo vrij staat. En de bal schampt in plaats van echt kopt. Church, combinatie met Abouglal. Tabouni. Tabouni. Abouglal. Abouglal. En daar is de 2-0 voor Jong AZ. Zijn tweede van de avond. Zakaria Abouglal. Na het goede voorbereidende werk van Tabouni. Die hem goed meegeeft. En dan langs de keeper geschoten in de verre hoek. En Jong AZ op 2-0. Laatste keer dat beide ploegen tegen elkaar speelden, won Jong AZ ook toen met 3 doelpunten van Tijani Reinders. Kolov, Stans, Jacobs. En dat is een overtreding op Verkennis. Bijl ziet het. En dan is het invallen Jacobs de klos, krijgt geel en krijgt een strafschop tegen. En dat betekent dat Helmond Sport terug in de wedstrijd kan komen. Thibaut Swinne, prachtige penalty. Keurig netjes afgemaakt boven doelman De Boer. En Helmond Sport is terug in de wedstrijd. Reinders, mooie bal met de buitenkant. Dan Goudmijn en De Recht is te laat. Ferry De Recht heeft de bal niet. En een penalty is het gevolg achter de bal. Abouglal die scoorde al 2 keer. En dit is zijn hattrick. En die maakt hij op. Mooie wijze met een paninkaartje. De strafschop benut. En 3-1 voor Jong AZ. Dat dan afstand neemt. Met weer Abouglal. Abouglal, mooie lichaamsbeweging. Doelman kwijt. En de 4e treffer voor hem. Prachtig gedaan. Zakaria Abouglal. 19 jaar nog maar, kwam van Jong PSV naar Jong AZ. En dan nog een kans, maar die gaat er dan uiteindelijk niet in. Het schotje was van Sedlacek. Die inviel en goed inviel Tabouni. En ook deze bal had een beter lot verdiend, maar gaat er niet in.
Eindstand bij Jong AZ Helmond Sport is 4-1 voor de thuisploeg.